Meer dan 3000 kerstverse studenten hebben de enquête van de 100 dagen monitor ingevuld om hun ervaringen over de eerste 100 dagen op het HBO te delen. In deze animatie zetten we de belangrijkste uitkomsten op een rij. De oriëntatie voor de uiteindelijke studiekeuze verloopt via verschillende kanalen. Meer dan 3/4 van de studenten heeft hierbij onze website geraadpleegd. 97% is neutraal tot tevreden over de keuze voor de opleiding. 3% van de studenten blijkt na de eerste 100 dagen toch ontevreden over hun studiekeuze. Iets meer dan de helft van de studenten had een goed beeld van de mogelijke beroepen bij het kiezen van de opleiding. En als het gaat om de start van de opleiding, heeft ook iets meer dan de helft van de studenten uit het onderzoek gebruik gemaakt van de pagina Sterk van Start. Hier vind je tips voor een goede start voor en tijdens je studie. Verder ervaart iets meer dan 20% problemen met het verschil in studietempo tussen de vorige en de huidige opleiding. Hetzelfde percentage ervaart problemen in de balans tussen studie en privé ten opzichte van de vorige opleiding. En hoe waren de eerste 100 dagen? Meer dan de helft van de studenten vindt de verhouding tussen online en fysieke studieactiviteiten oké. 1 op de 4 vindt deze studieactiviteiten te veel online en 1 op de 5 vindt deze te veel fysiek. Verder heeft meer dan 40% van de ondervraagde studenten regelmatig contact met de studiebegeleider. 64% is tevreden over het contact. Iets meer dan 11% ziet ruimte voor verbetering in het contact. Heb je vragen over je studie of wat extra ondersteuning nodig? Kijk dan eens op studentinfo.mijnhva.nl.